What's his name? Ice. Yes. He looked dangerous, but he's one of the most nice dogs, actually. But he looked very dangerous. I understand that also. He's very kind. I've never seen him aggressive or something. And I know all the people say that about their own dog, but I really mean it with Ice. I've never seen him aggressive or something. Cyril really likes him, actually. Yeah. He's a close friend with Cyril. But yeah, he's very afraid of him. You know why he have this name? Because of his beautiful blue eyes. Really? They were more blue before when he was young. It's still beautiful. I really love Ice. And you know it. Ice helpt om Paulus Abraham te laten wennen in Groningen. De nog maar 19-jarige aanvaller zal de lessen die hij heeft geleerd op de pleintjes in de wijk Husby in Stockholm nooit vergeten. Hij heeft daardoor maar één doel: zijn familie en met name zijn broers trots maken. This is for like remembering my bigger brother with his name on, his favorite number and his favorite team. So I made this painting to remember him. I really like this, and just to see it every day is nice for my personal feeling. He really helped me a lot in football before he passed away, so this is very important for me. My brothers always played football, so I used to watch them, and I want to describe it in a good way. They teach me that I will not get spoiled in life, and I will do wrong steps and learn from it. And it's good that I do it in an early age, so I don't do it when I'm older. I remember I told my bigger brother when I was young that I wanted to quit in my team and start in another team because I was not playing in the starting 11. And he said like, yeah, you're 13 years old and some guys are on the bench for 5 years, and they in the sixth year they are in the starting 11. So for you to complain now, it's not good, you know. So I continue, and then I become in starting 11, and that's the first time I thought like, yeah, it's true. I really have to fight and yeah, fight for my place, for my spot. Oh, Abraham, zijn moment dan? Ja, zijn moment toch ook nog? Ik die vertel aan mijn impressie. Ik wil mijn sticky voor allemaal naar shiften. Voor de plezier, wat daar op was in. En nu is ik sticky, ik in mijn ven. André, hij een piepje aan het waren, Jussie Gelja. Die worden fit in de kant waar hij de bal wist, het skillen wat is. Ik ben zelf wat jaren actief geweest, ook als trainer zijn bij Bromma Poikena. Club in Stockholm die eigenlijk al jaren bekend staat om ja, de goede jeugdopleiding. Waarin toch eigenlijk elk jaar spelers doorbreken, op welk niveau ook maar. In mijn periode dat ik daar trainer was, was Paulus nog ietsje jonger. Dus ik heb hem daar wel met een scheef oog, wist ik wie Paulus uiteraard was. Bij de opleiding bij BP, daar lopen, wat ik zojuist ook al zei, natuurlijk in elke leeftijdscategorie lopen daar een x-aantal jongens in die dan extra triggeren, die iets extra hebben. Nou, hij was in mijn optiek ook altijd zo'n jongen. De Paulus maakte op mij, omdat ik hem feitelijk persoonlijk niet zozeer kende, maakte op mij een stabiele indruk, een vrij rustige jongen rondom het veld. Misschien soms zelf wel wat bleu, wat ingetogen, introvert. Yeah, with people I don't know, I was very, very shy. But when it comes to football, I was emotional. I really wanted to win, and yeah, just a guy who liked to play football, loved to play football. Maar zodra die in het veld stond, ja, dan zag je dat het spelplezier er vanaf straalde en plezier omgaan met de jongens waarmee die opgegroeid is.
is volgens mij voor hem altijd wel een bepaalde drive geweest waarom hij is gaan voetballen. Yeah, here's the kitchen then, and here's the living room, and there's my gaming set. I play FIFA most of the times, but sometimes Fortnite also, but most of the time it's FIFA. Ramon is on loan, but he was really good. Romano is really good, and Yaya is okay also. Yeah, it's a really nice view, but I'm still a little bit jealous of Nana and Dalla. They have a better view, but this is good also. It's also good. It's a lot of guys here in Tasman, so it's nice to have players here so you can meet them, and it's short distance, so that's nice. It was a high tempo, and it could be fight sometimes, but in the end of the day, everyone was friends, and the summer, when everybody played together, that's the most memories I have. Yeah, there was one big artificial grass pitch. Every summer we went to play there, and there was some prizes you could get in the end of the week, and everybody wanted to win these prizes, of course. So it was a lot of emotions in these games. I really fighted for these games. I could fight, cry. I did everything to win these prizes. It could be shin pads, shirts, shoes, tickets for cinema or games. It was different kind of stuff every week, but the last week was always like a big prize. And then it was a jersey from Robin Quaison, or one time Dybala, and this year me also. Ja, toen is het eigenlijk ook voor hem heel snel gegaan. Vanaf het moment dat hij even mocht ruiken en de kans kreeg om zich te laten zien bij het eerste elftal van Brommer Poikena als speler zijnde van onder 19. Toen verdiende hij in een week tijd een eerste elftal contract bij BP. Maar binnen 2-3 maanden, gedurende diezelfde voorbereiding, kocht AEK hem ook. Ja, daar heeft hij vervolgens ook nagenoeg alles gespeeld dat seizoen als jonge nieuweling. En vervolgens ga je die winter erop erin en dan komt Groningen. Paulus Abraham, I came from AIK, play as a left winger, 10, and also right winger, and now I'm here in Groningen. In Sweden we saw like a banner of defense, and it was something like dance like Paulus Abraham, yeah. Is that true? Yeah, that's true, and hopefully you will see it in the games. So yeah, I'm looking forward to show the supporters of Groningen the dance moves, yeah. Because it feels like a perfect step for me. Now I want to be here, I'm here, and I think I can. There's a lot of opportunities here in the Dutch league, and especially in Groningen. So this feels perfect for me. I really like Groningen especially, but I really like this country actually. I get more and more comfortable, and for me to perform, I need to feel comfortable, of course, and it takes time. Nou, dat nagenoeg iedereen beschikbaar is. Niet allemaal voor 90 minuten, maar wel beschikbaar. En eigenlijk de enige twee waarvan ik op dit moment zeker weet dat ze er niet bij zijn. Dat zijn Paulus Abraham en Ramon Lundqvist. Because when I got the injury, I didn't expect it to be that long, you know. Mm-hmm.
So I came back and thought I could be on the pitch maybe the week after or 2 weeks after, and then it took 3 months, especially when you almost fit and then you get injured again. It really play mind games in your mind, you know. So yeah, like I said before, that was the toughest time since I came here, I think. Yeah, it was in the summer when I was injured for maybe 2 or 3 months, and that was a very difficult period in my career. And but I also need that to improve, and I got the chance to improve my physical part and also mental part. I think I became stronger of it in the end of the day. Yeah, I feel pressure, but it's not that I not enjoy it or I feel depressed about it or something. No, I think the pressure is on a good level. I don't search for newspaper if they write something, but sometimes I can maybe get some DMs on Instagram or something, or comment on a picture or something when they complain, but that's also a part of being a football player, so I don't take it personal or something. Last season, I think I thought about it more than what I said, but I didn't, like I said before, I was never depressed or something about it, but maybe I thought about it more or felt more pressure. But I learned from it also. Now I really don't feel that it's bothering me with the pressure. Maybe I did it more before, in the beginning of the season. So, like I said before, I became stronger of it. My family and friends have always been there for me. But except of that, I would say Wouter and Jarno. They really helped me a lot when I was the most, I would say, angry and angry about not playing or injured and this kind of stuff. There was then Wouter and Jarno was always on my side and talked to me and helped me. Mijn intuïtie is wel heel erg gekoppeld aan jongens die het af en toe wat moeilijker hebben. Hoe je dan alsnog alles bij elkaar pakt om vanuit daaruit, vanuit een diep dal eigenlijk weer zelf weer op te krabben. Ik heb natuurlijk wel wat diepe dalen gehad, onder andere een bovenbeenblessure. Ja, dan raak je toch al een beetje op een gegeven moment alle vertrouwen soms misschien eens een beetje in jezelf kwijt. Ik weet niet of het toeval is, maar ja, wij hebben dan een goede band met elkaar, Paulus en ik. Maar dat had ook net zo goed een andere trainer kunnen zijn. Het is ook al een beetje van, ja, hoe voel je elkaar aan en ja, hoe ga je er dagelijks aan werken? Het is eerst de mens en dan de voetballer. Want voetballer is gewoon een rol die je, ja, die je hebt, hè? Omdat het je professie is. Als je de mens achter die voetballer niet weet te raken, ja, ik denk dat het dan heel lastig is om invloed te hebben op proces om beter te worden. Ik zie hem wel als een mens die veel vanuit zijn verleden meeneemt om op dagelijkse basis een prestatie te leveren. Het zijn jongens die het niet altijd makkelijk hebben gehad, die van ver moeten komen. Natuurlijk niet alleen hij zelf, maar ook zijn gezin. Zulke jongens nemen eigenlijk best wel heel veel verantwoordelijkheid op hun schouders. En ja, dat nemen ze ook elke dag wel mee. Dus de drang om te presteren en om te slagen, ja, dat is bij deze jongens heel erg aanwezig. En ja, daar heb ik altijd wel een enorm zwak voor. Zodat je van daaruit kunt laten zien, het is allemaal wel mogelijk, het kan allemaal wel. Hè? Zolang je maar altijd het besef hebt dat je groter kunt zijn dan je eigenlijk denkt. En dat zelfvertrouwen daarin een hele belangrijke rol speelt. Ja, ik hoop dat mensen zich gekoppeld aan zijn lach. Dat mensen hem zo herinneren. Ja. In de gym heeft hij moeten wennen aan het daar elke week een aantal keer zijn. Maar ook de technieken die nodig zijn om met bijvoorbeeld wat zwaardere gewichten te werken. Die hebben we echt eerst in het begin erin moeten slijpen. Waar we dat van bij ons, bij de jeugdspelers, vanaf dag 1 bij de jongste jeugd doen. Met coördinatievormen, met technieken, ja,
hebben we dat bij hem ook moeten, eigenlijk versneld moeten trainen. Ik denk dat hij wel eens in de gym geweest is, maar niet met het idee, ik ga hier bewust trainen in dienst van voetbal. Dus niet voetbalspecifieke krachttraining. Dus eigenlijk was hij daar onbekend mee. Van nature heeft hij extreem veel aanleg voor fysieke training en voor fysieke ontwikkeling. Dus hij heeft wat dat betreft een voorsprong op, laten we zeggen, de gemiddelde Nederlander. Maar in technieken en in trainingsvormen, ja, daar had hij juist een achterstand. Hij snapte best wel wat er voor nodig was. Alleen omdat er zoveel op je afkomt, ja, is het moeilijk om overal tegelijk tijd aan te besteden en om dat tegelijk te kunnen verwerken. Dus in het begin dat hij hier was, ja, ik zou bijna zeggen, overkwam hem veel meer. En wat hij heel knap gedaan heeft met hulp van onze collega's, is dat hij veel meer in controle komt en is van zijn eigen ontwikkeling. Dus hij wordt steeds meer de baas over zijn eigen ontwikkeling. Nou, wat je dan ziet als je dit seizoen vergelijkt met vorig seizoen, dat hij veel meer trainingsbelasting aan kan, zonder dat hij geblesseerd raakt. En dat geeft ook aan dat hij aan het wennen is aan het trainingsniveau en het belastingsniveau. En als we dan wat gaan inzoomen op bijvoorbeeld de afstanden die hij aflegt, waar hij vorig seizoen een kilometer of 30 per trainingsweek trainde, is dat inmiddels 40 is geen uitzondering meer. Dus hij gaat ook binnen dezelfde hoeveelheid belasting die hij ervaart, meer doen. En dat is een uitstekende ontwikkeling. Ja, zo'nzelfde plaatje kunnen we eigenlijk maken van zijn sprintmeters. Hè, de afgelegde afstand boven 20 km per uur. Daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Als ik dat vergelijk met vorig seizoen, is hij ongeveer het dubbele aan sprintmeters gaan leveren. En hij is vaker wedstrijden gaan spelen. Zonder dat hij structureel vaak geblesseerd geraakt is. Dus dit geeft aan dat zijn herstelvermogen heel erg goed is. En dat hij steeds meer wendt aan een hogere en intensievere belasting. Dat betekent dus ook dat hij in de wedstrijd veel makkelijker en veel vaker intensieve acties kan uitvoeren na elkaar of over grotere afstanden. En dat is natuurlijk voetbaltechnisch van reuze belang om dat te kunnen. Ja, de Paulos die binnenkwam, dat was eigenlijk iemand die niet gewend was om structureel en gedisciplineerd te trainen en daar alles voor te doen en te laten. Als ik dan nu die bereidheid zie en de mate waarin hij dat nu doet, is een wereld van verschil. En dat zie je ook wel terug in de hoeveelheid trainingsarbeid die hij nu verricht. Hoe hij zich voorbereidt op trainingen, wat hij thuis allemaal doet om zijn leven in te richten. Een wereld van verschil. Paulos is opgegroeid met straatvoetbal en hij gaat vandaag mee met het maatschappelijke project Trainen in de Wijk. Dit initiatief van FC Groningen zorgt ervoor dat kinderen in beweging komen. In zijn eigen wijk, in Stockholm, ontwikkelde Abraham ook liefde voor muziek. I like hip-hop, R&B, drill. Yeah. This is my friends. Friends from Husby. The locker room DJ is sometimes Thomas, sometimes Cyril, sometimes Nana. No one is a big fan of Thomas music, but I think Nana and Cyril, they are, it's decent, I'm not gonna complain, it's good. But maybe in the future, because I know they like Swedish music. There's one Swedish song that everybody in the team listen to, and I know there is a couple more that they would like to hear, but they just don't know it yet. But when I'm the DJ, then they will know. It gives motivation, get more hungry and get ready for the game and get in a good mood before the game or training. I don't have a playlist for the games, but there is some songs I listen to before games. It's often drill with like hard songs, so I get almost a little bit angry or
or ready for the game to fight. That kind of mood. The most important for me is it's like to have the feeling that yeah, we have to kill the opponents, we have to win this game, and the dance moves will come after that. But most important is to just get the feeling that we will destroy the opponent. Be a role model maybe for the young kids from my neighborhood now is very big for me, and I really want to use it in a good way, so it's really fun. I really want to make kids, all the people also happy, supporters and everything during my career, so it's an important thing for me also. And also for myself to I don't want to have this feeling that I fought for 10 years and then I quit. So it's not worth it to just lose everything because of one setback. I'm very busy. And if you leave anything, what do you want everybody to remember about Paulus Abraham? And that he was dancing on the pitch and also making a lot of people happy.